Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, om onduidelijke redenen wil de Europese Commissie voor zoveel mogelijk landen de visumplicht voor de Europese Unie opheffen. En nu dus ook voor Kosovo. Kosovo is een gebied waarvan de inwoners de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen, die echter niet door alle lidstaten van de Unie is erkend. En ook zijn er problemen met criminele bendes uit Kosovo in de EU. En ik wil die graag aan de grens tegenhouden, maar de Europese Commissie blijkbaar niet. En de EU-missie om een rechtsstaat op te bouwen in Kosovo is mislukt, zo melden de Nederlandse deelnemers aan die missie. De grens ligt vol met smokkelroutes waar dagelijks heroïne en wapens en prostituees vervoerd worden, met als eindbestemming West-Europa. De lokale politie en de douane weten ervan, maar knijpen een oogje dicht. En zelfs Colombiaanse drugskartels gebruiken de routes. En het Nederlands team in Kosovo omschreef het vorig jaar als volgt, en ik citeer: een reddingsbootje kan voor 99% heel zijn, maar als er één lek in zit, zinkt het. Wij kijken hier recht in het lek van Europa. Einde citaat. Voorzitter, dat zijn toch allemaal redenen om die visumplicht te handhaven? Hoe een meerderheid van het Europees Parlement hier een voorstander van kan zijn, is mij een raadsel. Wij zullen tegenstemmen. Dank u wel.